Jelle van Dam! Ja, Jelle kennen we van Lasgo als frontvrouw. Er werd in 2008 werd Evie Goffin aan de kant geschoven. En toen kwam jij uit de talentenjacht. Ja. Let's go, Lasgo. Ja. Zalig was het die periode. Man. Zalig. Dat was. Oh, ik wist dat zakken voor jou. Dat weet ik, maar dat vind ik ook gelijk even zalig. Even aanpassen. Maar ik vind dat zo mooi. Als een mooie Belgische vrouw nog eens zo mooi praat in het Vlaams. Is het een compliment? Ja. Dat is het zeker. Ja. Dat is fantastisch. En wij waren natuurlijk gelijk verliefd op jou. En toen kwamen ook nog eens de ene hit na de ander. Ik bedoel. Laten we ze dan toch nog even allemaal op een rijtje zetten. De hits die jij... Ja, ik ga het wel doen, hoor. Lang geleden. Ja, begin even met leuk, hoor, Out of My Mind. I can get you out of my mind. It's silly, but I think about you all the time. Gone. En deze was ook lekker. Een solo project. Ah ja. Je hebt je eerste eigen track uit. Ja, mijn eerste echte track. Dat is zo raar dat je dat nog altijd zegt. Ik moet nog altijd een beetje wennen, maar het is keileuk. Ik weet nog dat je ooit tegen mij zei, wat als we ooit eens iets rustigs gaan doen? Weet je dat nog? Ja. Ik zei van, ga je ook nog een keer met een gitaar of zo, weet je wel? Ja, voilà. Maar het is geen gitaar geworden. Nee. Maar het is, ik heb me toch een beetje aan mijn belofte gehouden, hè? Lime Machine heet hij. Lime Machine. Je gaat hem live doen op 538. Let's go. Yes, sir. You have the words of the worst critic, a real poet of heartbreaking lyric, taking all of me then splitting it, never felt like this before. You wear the eyes of a true cynic, a single look and I'm finished. You throw me to the very pit of it, breaking my every bone. You can feel my love, you can think of us, you can see my love, you want, you won't know. You're such a lie machine, working up a fantasy till you blow it, can't get a hold. Such a lie machine, so tired of you. Blah, 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 blah. Again, I am going crazy. Try to act like it doesn't faze me. But you left, leaving me all alone. Never could be on my own. Your baby, your one and only lady. How could you ever be so cold? You can see my love, you can think of us, you can see my love. You want, you won't know. You're such a lie machine, working up a fantasy. You're such a lie machine, working up a fantasy till you blow it, can't get a hold of me, so tired of you. Run away again, no looking back, we have reached the end, this
such a lying machine. So tired of you. You have the words of the worst critic, a real poet of heartbreaking lyric, taking all of me, then splitting it. Never felt like this before. Yeah. In de studio en dit echt was mooi gezongen. Ja, ik vind echt gewoon keihard live hier gezongen. Maar ja, zij is natuurlijk ook wel, dat moet ik er eigenlijk zo over vragen, maar ze is in één keer natuurlijk in diepe gegooid toen ze meedeed aan de talentenjacht. En dan word je in één keer frontvrouw van een hartstikke succesvolle act, weet je wel, die eigenlijk al in volle gang is. Ja, en dan leer je het wel, denk ik. Dan weet je wel, dan maar als je wint, dan kun je ook zingen. Dus, maar dat bewijst je natuurlijk. Ladies and gentlemen, Jelle van Dijk! Yeah! Sorry, hondje, ik heb je een beetje geslagen, sorry. Vind ik leuk dat jij dat nog herinnert. Dat ik zei, van, moet je niet eens een keer een rustig liedje gaan doen? Ja, kijk, leuke en knappe mensen onthoud ik de rest niet. Gaan we zo beginnen. Ja, dat mag toch gezegd worden? Ik zeg net tegen Martijn, jij bent natuurlijk, je deed op een gegeven moment mee aan die talentenjacht, Let's Go, Last Go. Mm-hmm. En toen werd je eigenlijk, je bent uiteindelijk als winnares uit de bus gekomen. En dan word je in één keer in zo'n sneltrein gegooid die al met 220... Dat is inderdaad zeker waar. Amai, dat is... Ik werd er eigenlijk letterlijk in gegooid. Voor de leeuw gegooid. En eigenlijk is dat de beste leerschool. Je moet het gewoon aldoende doen. En leren voor alle soorten publieken staan. En dan komt het wel los. Wat was het moeilijkst? Wat moeilijk? Op een gegeven moment, ik weet het nog heel goed. Dat is eigenlijk het optreden waar ik een soort klik heb gemaakt. Dat publiek deed gewoon niks. Ik heb gewoon de muziek stilgezegd. Ik zeg, hey... Wat is dat hier, een begrafenis of zo? Ik heb gewoon gezegd van kijk, als jullie nu niet gaan meedoen, dan trap ik het gewoon af. En op het einde stond heel die keet gewoon op zijn kop. Maar dat is dan misschien ook gewoon een soort klik dat je denkt, weet je wat, fuck it, ik heb de schijt aan en ik ga het gewoon doen. En, ja. Ja. Maar die klik moet elke artiest leren maken, want ik was natuurlijk nog maar 18 en ik was nog zo jong. En je hebt gewoon heel veel zenuwen in het begin. En dan doe je je dingetje, je doet je show wel, maar je bent niet echt aan het performen. Je ratelt eigenlijk gewoon alles af. Mm-hmm. Op zo'n moment... Dan ben je aan het performen en dan ben je gewoon bezig met het publiek. Contact hebben met de mensen, vragen of ze een leuke avond hebben. Ja, nee, tuurlijk. Ja, maar dat vond ik leuk, want ik zag jou net natuurlijk door het glas Lime Machine doen. Maar dan zie je gewoon ook aan de manier hoe jij omgaat met camera's om je heen, dat je heel veel ervaring hebt. Is het misschien ook goed dat je zo lang hebt gewacht met een eerste eigen solo single? Ik denk het ergens wel, want ik ben natuurlijk ook 24 ondertussen. Ik heb ook heel veel meegemaakt. Je bent moeder ook geworden? Ja. Maar je bent niet meer met de man samen, hè? Privé toestanden, dat gaan we vandaag niet doen. Ja, nee, ja, sorry, daar zijn we wel van. Maar dat kan je toch wel zeggen. Het wordt in de Belgische bladen wordt breed uitgemeten. Ja, daar is helemaal niks in, man. Waar is dat boekje dan? Ja, nou ja, nee, maar ga je daar echt niks over zeggen? Nee. Nee, maar mijn zoontje gaat alles goed trouwens. Ja, oké. Hoe oud is je nu? Hij is 2,5, ze gaat naar school. Is dat... 2,5 van een school? Ja, dan mag je naar school gaan. Ah, de crash, zeg maar. Nee, echt school. De kleuterschool heet dat bij ons. Oh, ja, kleuterschool. Ja. Je wordt er gewoon al vroeg naar school geschopt bij ons. Maar is dat een beetje te combineren? Want ik kan me zo voorstellen, ik bedoel, je hebt Glasgow, dat loopt nog steeds. Je gaat hartstikke veel optreden daar nog mee. Dan heb je nu dit er weer bij. Mm-hmm. Het is toch tricky? Well, het is een kwestie van plannen, maar daarvoor hebben we natuurlijk managers. En die is heel goed in time management, gelukkig. En die doet mijn agenda en dat komt allemaal perfect goed. Maar mag het van Lasco ook dat je solo gaat? Ja, ik zit nog altijd binnen hetzelfde team, hè? Hetzelfde management. En dat was geen probleem? Nee. Maar zijn het ook dezelfde producers, dezelfde mensen die de muziek maken dan? Nee, voorlopig niet. Dit zijn Zwitsers en Zweden die deze plaat hebben gemaakt. Maar het kan natuurlijk geen kwaad om een keertje iets anders te doen, hè? Nou maar, je doet sowieso al, ik bedoel, muzikaal ook nu wat anders, maar je doet ook nog televisie en zo. En wat doe je eigenlijk allemaal nog meer in België? Want dat zien wij hier helemaal niet. Wat doe ik nog meer? Voorlopig focus ik mij echt wel op dit project, omdat het wel heel belangrijk voor me is. Het is echt een project van mezelf. Ik kan me niet meer schuilen achter een formatie of een... Maar betekent het Lasco ook stop voor jou? Nee, dat gaat gewoon door. Dat is iets waar heel veel Braziliaanse fans ineens stormloop van sms'jes hebben gestuurd. Of ja, berichtjes in mijn Facebook. Van no, let's go anymore. Maar nee, ik ga gewoon mijn optredens nog blijven doen. Maar er gaat geen nieuwe muziek uitkomen van Last Go. Oh, echt? Dat is wel, oké, voorlopig. Voorlopig. Maar ja, nou, het wel. Want je staat natuurlijk ontzettend veel dan, je doet Last Go, je doet dit. De tv heb je even op een laag pitje gezet dan. Ja, dat doe ik eigenlijk niet meer sinds vorige zomer. Omdat ik ook iemand ben, ik deed het 4 jaar en... ik heb regelmatig een nieuwe uitdaging nodig. En als ik ergens op een soort van
automatische piloot komt te staan. Daar word ik helemaal niet creatief van. Dat vind ik ook niet zo leuk. Maar we zijn heel vriendschappelijk uit elkaar gegaan. Ik ben er afgelopen week nog geweest om mijn single te promoten. Iedereen is nog heel vriendelijk tegen mij, maar ik ben een artiest. Ik moet kunnen zwemmen en... We gaan je natuurlijk nog wat lastige vragen stellen. Maar ik wil toch eerst even weten, we hadden het net al over, je wordt in één keer zo in het diepe gegooid. Weet je, je wint zo'n talentenjacht. Je bent in één keer frontvrouw van Lasgo. Hoe was dat voor jou om in één keer al die... ik heb vanmiddag mijn research. Je bent in België praktisch een sekssymbool. Wat was de vraag? Hoe dat voor je is om zo in één keer, weet je, echt... Van slaapkamer naar overal spotlight. Ik heb dat eigenlijk altijd vrij hard gerelativeerd. Omdat het is een soort van luchtbel waarin je zit. Maar eigenlijk zijn dat allemaal normale dingen. Van ik sta op de cover van magazines. En ik zit hier nu bij jullie. Maar uiteindelijk ben ik nog altijd gewoon Jelle. En dat is ook voor mij... mijn redding geweest om nog altijd dezelfde persoon te blijven. Laten we eens kijken hoe gewoon je gebleven bent dan. De 538 vragen die niemand durft te stellen. Hoeveel zullen we er doen? 3. 3? Oké. Dus dan mag je een getalletje kiezen tussen de 1 en de 538. 83. Die heb ik hier al. Wat is je favoriete verdovende middel? Oh, goeie vraag. Binnenkomertje. Daffagan. Wat is dat ook alweer? Dat gebruiken ze in Frankrijk ook alweer. Paracetamol. Oh, dat. Ah. Nee, maar kom op. Heb je wel eens geëxperimenteerd met drugs en zo? Eigenlijk niet echt. Ik heb ooit wel eens een joint geprobeerd te roken. Nu ga ik niet lachen, maar ik kan niet roken. Dat is ook geen joint. Dan moet je gewoon dooroefenen. Nee, dat gaat gewoon niet. Ik moet altijd keihard hoesten en alles. Volgende keer bakken we space cake voor je. Ja, doe dat. Doe dat. Maar daarna gaan zingen. Nee, dat zingen we eerst. Dat doen we niet. Maar ik blijf wel lekker lang bij jullie hangen dan. Dat wordt er ook gezegd. Ja, dat denk ik wel. Ja, nog één getalletje. Doe maar 3. 2, hè? 3 zei je? Oké, maar nu even. 3 zei je? Ja, 3. Dit is een leuke vraag voor een zangeres. Zing je onder de douche? Altijd. Ja. Ja? Ja, wat, echt, maar echt performen ook. Oh, echt? Ja, nou, dan ben ik even een stukje. Nu zijn we in de douche. Wat zing ik dan altijd? Allee, dat komt niet spontaan. Er is geen water. Is dat je lijn? Working up. Ja, dat doet ze gewoon de eigen single. Ja, nee, dat snap ik ook wel. Nou, nog één getalletje dan. 5 dan. 5. Ja, heb je al eens iets van je ouders gestolen? Maar ik heb al veel gestolen in mijn leven, maar niet van mijn ouders, denk ik. Veel gestolen? Je zegt het alsof het de normaalste zou zijn. Ik heb wel veel gestolen in mijn leven. Ja, maar als kind, iedereen doet dat. Hallo, ik heb wel redelijk wat gestolen. Maar wat dan? De snoep of ja, telefoons? Dat begint bij een snoepje, bij de kruidvat. En ineens heb je al zak in je jas. een blik kattenvoer ook ooit. Kattenvoer? Ja, maar dat komt... Ik wou mijn kat het beste voer geven. En ik mocht het niet van mijn ouders. Dat was van, het is een straatkat. Die gaat toch niet het duurste voer geven? Ik zeg, jawel. Naar de winkel, hop. Wat was je tactiek? Gewoon in je zak of had je bepaalde... Ja, maar luister, Martijn, zal ik jou één ding uitleggen? Als je er zo uitziet als Jelle, dan word je echt niet gefouilleerd bij de uitgang, hoor. Volgens mij toch? Ja, zeker toen ik was jong. Ik was zo'n klein, schattig ding met een palmbom staart op haar hoofd. Ja, dat ga je niet verdenken, hè? Ik vind dat je het prima hebt gedaan, de 538 vragen. Mag ik nog een groot studioapplaus voor Jelle vandaag? De avondploeg.